Ja, dus wie moet het dan opruimen? Rachel. Like, obviously. Rock, ik dit gewoon zo. En ik heb net ontdekt dat ik dus hier, kijk, een gat heb. Breast lift up. Want ik ben moeder en mijn borsten hangen onderhand al tot aan mijn enkels. I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. En ik begin zoals gewoon de vlog op maandag. Het is ook meteen een studiedag voor de jongens. Dat is echt, ze zijn gewoon thuis. Mems heeft ook een hele troep boven gemaakt. Maar ja, wat heb je als je kinderen thuis hebt? Ik ben nu eigenlijk een beetje in magazines aan het kijken voor inspiratiedingetjes. En ik moet zometeen even boodschappen doen, want ik heb echt helemaal geen ene meer in huis. Ik had ook, daar wilde ik even op terugkomen. Maar ik ga even zitten erbij. Mega vaak de vraag gekregen of ik nog gezonde lifestyle ga doen. Ga ik zeker doen. Staat op de planning. Maar ik ben nu zo crazy druk met verhuizen en dozen. Mijn keuken ziet er ook niet uit. Dus ik probeer dat een beetje in mijn vlog te doen. Van de week komt er wel wat ik op een dag eet video. Dat je dan heel even geduld moet hebben tot ik helemaal gesetteld ben met het huis en alles. Want ja, het is nogal chaotisch nu in mijn life. Even kort samengevat. Gisteren gingen we kijken voor de bank. En ik heb echt een hele leuke bank gezien. Maar die was ook heel prijzig. Maar ja, als je het eenmaal hebt gezien, dan blijft het in je hoofd zitten. En dan wil je het gewoon. En dat, ja, dat is mijn problem. Wat ben jij aan het doen? Dicht. Dat is mooi. En wat heb jij een mooie bril op? Wow! What happened here? Ja, papa met opruimen. Wie heeft de troep gemaakt? Ik niet. Jij niet? Wie moet de opruimen dan? Lesje. Moet Lesje opruimen? Ja, Lesje moet opruimen. Maar wie heeft hier mee gespeeld dan? Van wie is deze speelgoed hier? Van mij. Ja, dus wie moet het dan opruimen? Lesje. Als het jouw rommel is. Maar Lesje moet. Ja, maar Lesje heeft dat toch niet gedaan? Maar Lesje moet opruimen. Memphis moet opruimen. Lesje moet opruimen. Want jij hebt troep gemaakt. En daarom mag je ook in de iPhone. Je moet snel opruimen. Zou ik jou helpen dan? Ja. Zullen we samen doen? Ik zou jou wel. Ja, in de bak gedaan. Kijk, als je nou eerst begint. Nee, ik zit erbij. Kijk, als je nou eerst begint met bak nummer 1 op te ruimen. Kijk eens, die kan vliegen. Ja, maar ga je me wel helpen dan? Ja. Want jij staat daar te niksen en ik zei je op te ruimen. Hier, moet die op bed of waar? Nee, die moet niet op bed. Moet ook in de kast? Ja. Nee. Dit is voor de? Lego. Lego. Die staat op mam op. Ja, daar staat Lego. Ja, dus dan gaan we hier alle Lego dingetjes in doen, oké? Ja. Maar daar is... Box. Daar is maar 3. Pff, Lego. Daar is maar 3. Nog een keer. Pff, Lego. Go. Doe dan, nog een keer. Hard zeggen. Pff, Lego. Lego. Ja. Nog één keer. Pff, Lego. Kijk, die kan op de kast. Dit is ook Lego. En dit ook. Dit ook. En ja. Dit ook. Je hebt ook echt alles eruit gehaald. Oh kijk. My god. Die kan wel bij de prummeltjes. We zijn klaar. Ja, we zijn nou, klaar. Snel hè. Box. Op 3. Klaar. Klaar. Ja. Ik heb een beetje trek gekregen. En nu ben ik de laatste tijd fan van deze. Griekse yoghurt, vanille. Love it. Yoghurtje eten is dan voor tussendoor. Ik laat het gewoon zo in de bak. Not charming at all. Maar ja, dan weet ik precies dat ik dit helemaal op kan eten. En ik heb hier nog een grapefruit. En die ga ik vanmiddag lekker eten als tussendoor. Dus... Allemaal lekkere dingetjes. We beginnen de dag met een was.
Yay! Woep! Woep! Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag de dag. Hoi, hallo. Ondertussen heb ik al ontbijt gegeten. Dat was niet echt heel erg spannend. Maar ik heb nu heel erg uitgebreid lunch voor mezelf gemaakt. En wat staat er op planning voor lunch? Ik heb avocado gemengd met een halve citroen, peper, zout en komijnpoeder. Love that. Met twee sunny side up eitjes. En dat is... Dat is zo lekker. Me? Let you see. And you can do it at home. It's very, very easy. There it is. And it is so yummy. Ik wilde eigenlijk nog mijn brood toasten, maar ik had geen zin meer. En mijn ei was al klaar, dus ik dacht, whatever, ik doe het wel gewoon zo. Like, obviously. Oh, je valt te ver. Oh my god. Ik heb nog een heel klein beetje honger. Dus ik had nog wat chocola in de kast liggen. En dat is deze. Check, check, check. And hungry people to eat. So I eat the chocolate. En ik heb lekker een theetje. Oh. Jullie wilden vragen wat jullie van mijn nieuwe ear design vinden. Kijk eens hier. Het is nu een beetje rood, omdat ik net aan heb gezeten, maar... En ik zit eraan te denken om hier, zeg maar, een tattoo te gaan zetten. Op je oorlel, Mer. Serieus? Ja, op mijn oorlel, ja. I think it's pretty funky en stoer en mooi. Dus, ja. Ja, het is zo van kroelen. Tientje had vanochtend alles ondergepoept in huis. Ja. Toen was vrouwtje niet zo blij, hè? Nee. Ik zie nu net dat het één... oktober vandaag is. 21 oktober ga ik op vakantie naar Aruba. Oh, ik had echt niet het idee dat het zo kort al op elkaar was. Eventually. We hebben weer pakketjes geshopt van de Zara. Maar die gaan we denk ik morgen uitpakken. En dan gaan we ze morgen lekker laten showen. Wij gaan naar bed. Let op. Wij gaan naar... Niet, die gaat slapen. Maar ik wil niet slapen. Ik wil boven slapen. Ga je daar slapen? Ja. Pak mijn hand. 1, 2. Ja. Slaap lekker. Oh, wat mooi. Je mooie schoenen. Ja. Hij staat echt leuk. Hoi, een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag woensdag en ik ben helemaal aangekleed en opgefreshed om naar het VT Wonen Woon-event te gaan in de Rij. Dus daar ga ik vandaag naartoe, omdat ik natuurlijk bezig ben met mijn nieuwe huis. En dan wil ik natuurlijk heel veel inspiratie doen. En ja! Dus dat gaan we vandaag doen. En ja, wat heb ik vandaag aan? Ik had dit roze jasje weer gevonden, want die was ik dus heel lang kwijt. En ik had hem weer gevonden. Hij lag achter in mijn kast... Ik denk dat ik binnenkort gewoon een keer video op ga nemen waar ik al mijn oude kleren in weg ga doen. Want ik heb een beetje te veel. Dus ik heb hier in mijn mom jeans. Ik was een beetje onzeker over welke schoenen ik eronder aan moet doen. Dus ik heb nu witte schoenen gedaan. Maar ik heb nog mijn Valentino schoenen. Dus die dacht ik ook van die staan er ook wel heel erg leuk bij. Dus nou weet ik het niet. In ieder geval heb ik dit. En als ik mijn jasje dan uit heb, dan is het zo. Alleen ik heb net ontdekt dat ik dus hier, kijk, een gat heb. Of course, mijn lievelingstruitje heeft natuurlijk weer een gat. Ik ga even de deur open doen, want er is zo om te gaan. Oké, we gaan naar boven daar. We hebben een foutje. Ventos. Kijk, zo wordt het ons met een bad zo daarnaast, zeg maar, bij onze slaapkamer. Jeetje. Ja, echt leuk. Oh, dit is zinnig. Kijk, die LP's. Ja, het zijn gewoon kleine poppenhuisjes. Want dit is ook een beetje mat zwart. Dit is mat, alles is mat. Het kan niet te zwaar zijn voor boven op zolder. Deze is 80 kilo. Oh, dat valt mee. Ja, dit bed is echt super cool. Ik vind dit, die tegels zo, vind ik echt heel mooi. Jij niet? Echt heel mooi. Is deze van lood? Ja. Oh ja. Die hebben ook mooie dingen hoor. Ja. Okay.
Nee, die heb ik net gekocht bij de woonbeurs. Vind je hem mooi? Heb je voor oma gekregen? Nee, die heb ik zelf gekocht, man. Oh. Vind je hem mooi? Ja. Hij is mooi, hè? Oh, ik ben dus nu thuis. Het is 5 uur. Het was echt superleuk. Ik heb superleuke dingen allemaal gezien. Ja, schat? Netjes gedaan. Oh, goed zo. Hebben we het weer netjes opgeruimd. Wat lief van jou. Ik heb het echt heel koud. Dus ik ga nu even lekker douchen. En even... Ik ben ook niet koud. Heb je het niet koud? Nee, oh, ik heb helemaal zwart. Hey, Spider-Man. Dus dat kussentje gekocht wat Memphis dus net liet zien. Echt heel erg leuk. Want wij hebben al zo'n soort kleur in de nieuwe woning. Dus ik dacht, nou moet ik wel een kussentje erbij kopen. Want dan komen die kleuren weer helemaal bij elkaar. Ons huis is best wel industrieel. Ik kan het nooit uitspreken. Het gaat niet lukken voor vandaag. Deze had ik ook gekocht als onderzetters. Superleuk. Dus een beton en dan een goud randje erin. Zo, ik heb weer eerst geshopt en ik heb wat dingetjes gekocht. Want ik ga 21 van een paar weken ga ik naar Aruba. Dus ik had wat kleertjes nodig voor de zomer daar. Geen regen, lekker weer. I love it. Eventjes uitpakken. Het is ook echt heel snel binnengekomen. Waar moet dat ding opengemaakt worden? Normaal zit toch wat zo'n strip waar je aan kan trekken. Ik hoop ook dat het de juiste maat is. Uw, dat ding zie ik nou rook. Dit is het eerste topje. Ik had een maat 36 genomen. Kijk, dit is de eerste keer dat ik hier bestel bij My Cuts. En dan weet ik nooit wat mijn maat is. Te groot of te klein valt. Want ik weet dus niet of een 36 een M is of nog in de S-categorie valt. Want normaal heb ik een S. Ik ga hem even passen, wacht even. Nou, ik heb dus echt de niet meest flatteuze BH aan. Het is echt mijn home BH. Maar hij past denk ik wel. Hij is wel een beetje wijd aan hier. Maar misschien is het ook wel leuk als hij iets losser zit. Want nu heb ik geen push-up. Maar als ik een push-up aan heb, dan zit hier ook wel. Dus ik denk wel dat ik hem zo leuk vind. Ja! Oké, mijn trui gauw aangedaan. Het is echt mega koud. Althans, ik heb het echt mega koud. Cold. Oké, dit is truitje nummer 2. Ook weer zo'n heel gezellig kleurtje. I love gezellige kleurtjes. Voor in summertime, not in wintertime, but in summertime. Kijk, hij heeft hier van die raffeltjes. En deze had ik wel in een small, volgens mij. Ja, dit is een small. Bij Naked hebben ze dus 3 soorten small. Dan denk ik, ja, wat is nou gewoon de normale small? Maar ja, dit vind ik leuk omdat het zo'n tietvormpje heeft. En... van die raffels zo. Vind ik wel gezellig. Gezellig, lekker kritisch. Vind ik gezellig. Dit is zo gezellig. Oh, ik had dit gekocht. Breast lift up. Want ik ben moeder en mijn borsten hangen onderhand al tot aan mijn enkels. Hey, yay! Love to be a mom. Maar ik heb dus deze gehaald voordat ik een truitje heb. En heel vaak wil ik geen BH aan. Met sommige truitjes kan dat echt niet. Hangende dingen. Dus vandaar dat ik deze dus heb gehaald. En die liften je tieten zeg maar op. Dus door middel van tape. Dus we shall see. Ik hoop niet dat ik van die sweaty boobs heb dat ze niet blijven plakken. Maar ja, er staat een hele beschrijving zelfs bij hoe je dat moet doen. Als je haar bij je tieten hebt, denk niet dat dit zo'n heel fijne methode is. Want het is echt met plak en zo. Dus I don't know. Maar ja, ik heb gelukkig geen haar bij mijn tieten. Dus we shall try it. Oké, op naar nummer 3 alweer. Die is eigenlijk mid-mid. Die kan hier en die kan daar. En dit is met schoudervulling. Maar deze lijkt wel heel groot hoor. Kijk. Ik weet niet, what's up, maar ik vind de schoudervulling heel leuk. Maar hij moet wel, ik heb gewoon echt een S gedaan. Maar misschien moet ik hem aandoen en dat ik dan denk van, oh, hij zit toch wel oké. I hope. En de laatste. Die had ik ook in een 36 gedaan, maar uiteindelijk denk ik, nu ik aan het uitpakken ben, dat 36 gewoon een M is. Maar dat weet ik niet zeker. Kijk, en die kan je dan zo half omdragen. Kijk, en dan heb je hier dat. Oh, dat is heel schattig. En hij is ook helemaal niet dik, dus hij kan ook goed voor Aruba.
Hij heeft een goede tietvulling. Kijk of dat past. Ja. I like it. Maar zoals net, ik heb echt niet het goede BH aan. Omdat het nu te gaan passen, dus dat ga ik ook nu niet doen. Want dan zit het echt helemaal niet flatteus. Ik ben nu lekker op bed aan het liggen. Ik heb het ijskoud. Ik heb hier trui aan en een t-shirt. En ik ben moe. Ik ben echt moe. Ja, maar nu ga ik nog even een programmaatje kijken op de television. En ik moet nog ergens ook nog deze week zien te sporten, want ja, dat is er niet echt van gekomen. Helaas pindakaas. Helaas pindakaas. Jij bent echt een lul. Nu klaar. Nee, niet meer doen. Oké, okay, ik ga weer weg, bitches. Nee, kus, kus. Ah, nee, ik doe niet zo lullig. Oh, je bent echt een klootzak. Ga lekker dan. Nee. Je gaat de scheet laten. Echt niet. I don't trust you. Wat is het? Je schaam maar. Graf, joh. Hey, hallo. Ik ben al de hele ochtend op zitten. Ik heb helemaal vergeten te filmen, maar ik ga nu de auto pakken naar mijn moeder toe. Ik ben nu alles aan het inpakken. Alles voor de honden, want de honden gaan mee, de kinderen gaan mee. Ja, je weet hoe dat gaat. Een shitload aan spullen. I know. Like, ben ik klaar voor? Boven op zolder. Bij de handdoeken en zo. Handdoeken. I was fighting wrong. I was running on. Ik heb mijn nieuwe truitje aan. Ja, en dat was ik nog helemaal niet verteld, nee. Working 9 to 5. Ja, je ziet hem nu niet zo heel goed. Kijk, hij is dus zo. En ik heb hier mijn hoedje. Dus ik dacht van de week, rok ik dit gewoon zo. Nou, dat vond ik wel leuk zo. Hey, een hele goede morgen. Ik ben heel moe. Echt super moe. Maar auw, ik stoot mijn kop. Maar ik ben in ieder geval onderweg lekker mijn gezichtje dadelijk doen bij de schoonheidsspecialisten. Ik heb gisteren maar 2 uurtjes geslapen. Dat is echt bizar weinig. En ja, ik heb een beetje een mental breakdown op dit moment. Omdat ik zo moe ben. Ha. Dus ik hoop dat wanneer ik daar mijn gezicht ga doen, dat ik dus niet in slaap val. Dat die vrouw denkt, oh my god, wat is dit? En dat er kwel uit mijn mond komt en... Nou, you know the drill. Maar ja, we shall see. Dit was alweer het einde van mijn weekvlog. Vond je het een leuke weekvlog? Vergeet dan geen dikke vette duim omhoog te geven en te abonneren. Doe je door hieronder ergens te klikken. En dan zie ik jullie volgende week weer bij een nieuwe weekvlog. En tussendoor komt er ook nog een wat ik op een dag eet vlog. En die zal dan op zaterdag... Op dinsdag komen om 18:30. Want daar komen nu de extra video's op. En dat is een extra video. Zo, ja, dat was het eigenlijk. Oké. Ik ga deze weekvlog sluiten. Ik zie jullie volgende week sowieso weer. Dus have a nice weekend. And see you later, alligator. I didn't wanna believe my feelings for you. I didn't wanna believe that I could lose you. If I told you just how I felt. But I can't help it, I'm falling for you, and I can't quit.